Als zorgmedewerker is het onze taak om optimale zorg te leveren aan al onze cliënten. We gaan wel specifiek naar de zorgvraag kijken van de cliënt. Wat heeft die cliënt in zijn of haar leven, in zijn of haar zorgvraag nodig? Nou, Unicontrol is onze leidraad in het werk. Vanuit daaruit werken wij en bieden wij de zorg aan cliënten. Vanuit daar sturen wij aan. Daar horen of zien wij dat cliënten wakker zijn, dat ze zorg nodig hebben. Het systeem zorgt er erg voor dat wij cliënten zo goed kunnen horen, dat wij bijna nooit meer voor niets naar cliënten toe gaan. Daarmee kun je het meeste vrijheid en veiligheid bieden, want als je zoveel middelen inzet dat alles maar op scherm binnenkomt, dan is het niet heel overzichtelijk. En niet iedereen hoeft ook continu helemaal in de gaten gehouden worden wat zij doen 's nachts. Daar maken we duidelijke afspraken over met de woonvorm, maar ook met de cliënten zelf. Nou, ik denk dat het specifieke per cliënt en de juiste zorg op het juiste moment bieden, dat is gewoon heel erg belangrijk. Dat is de 24 uur zorg dat wij leveren. En daarin worden we allemaal betrokken. En hebben we regelmatig overlegmomenten met elkaar om zo op één lijn te zitten. Het succes wat we behaald hebben binnen deze organisatie is het om samen te doen. De zorg is dynamisch, zo noemen we dat ook, dynamische zorg. We hebben het erop ingestoken om het systeem dynamisch op te bouwen. We hebben het zo gebouwd dat we vanuit het nieuwe Unicontrol eigenlijk alle kanten op kunnen. Het systeem heeft ons eigenlijk gebracht dat wij nu meer gewenste meldingen kunnen filteren tegen ongewenste meldingen. Door de dynamische opzet, de blauwdruk die we nu hebben, kunnen we ook veel sneller op zorgvragen acteren. Hè? Dus veel sneller een hulpmiddel inzetten op locatie. De kwaliteit van zorg gaat daardoor omhoog en zeker een betere kwaliteit van leven. Ethiek is ook belangrijk in dit stuk. Daar praten we ook met elkaar over om het goed te doen voor de cliënt, want die staat gewoon centraal. We werken al heel lang samen met CLB. Mijn afgelopen periode hebben we onze techniek samen met CLB nogal vernieuwd. En dat is natuurlijk hartstikke efficiënt voor onze medewerkers. En dat maakt eigenlijk dat we nog beter onze cliënten kunnen helpen om een goed leven te hebben, zelfstandig te wonen, hun privacy te bewaken. En zorgen dat ze ook echt gewoon een goed leven hebben en er zelf over gaan. Dat ze hun eigen regie kunnen behouden. Dat is wel heel erg plezierig als je in de zorg kunt rekenen op je partners.